Dit is Drenthe Nu van vrijdag 9 juni met vanavond. Onzekerheid rondom zoutwinning in noorden van Drenthe. Goed insmeren tegen de zon blijft een punt van aandacht. En festivals wapenen zich dit weekend tegen de hitte en de zon. Het begint mij als Midden-Drenthe te branden. En dat heeft niet alleen maar te maken met het mooie weer. Dat heeft ook te maken met iets waarover minder dan 2 weken plaats schiet vinden. Ik praat je er zometeen wel even over bij. Nou, nee, schrijf mij direct het weer ook even. Nou. Goedenavond. Zoutwinner Netmag mag een zoutwinlocatie in de Veenkoloniën bij Trips Compagnie, net over de provinciegrens met Drenthe, niet opnieuw in gebruik nemen. Dat stelt de voorzieningenrechter van de Raad van State in een voorlopige uitspraak. In november vorig jaar vernietigde de rechtbank al het winningsplan van Netmag na bezwaren van meerdere tegenstanders. Staatssecretaris Veilbrief van Klimaat en Energie ging daartegen in beroep en paste de vergunningen aan. De tegenstanders gingen daarop naar de rechter omdat zij willen dat de besluiten worden bevroren. Ze zijn namelijk bang dat Netmag al met een nieuwe zoutwinning gaat beginnen. 2018 is natuurlijk die enorme lekkage ontstaan in het Trips Compagnie cluster. Daarna heeft Netmag eigenlijk alleen maar meer mogen en moeten winnen. Normaal zou je zeggen, zo'n grote calamiteit, zo'n incident, dan moet je gewoon stoppen met zoutwinnen. En zij hebben gewoon door mogen gaan. In een voorlopige uitspraak hebben de bezwaarmakers nu voor een deel gelijk gekregen. De voorzieningenrechter vindt dat opnieuw winnen bij Trips Compagnie niet kan, omdat de veiligheid van omwonenden voorgaat op het economische belang van de zoutwinner. De overheid had volgens de rechter op zijn minst een nieuw advies moeten inwinnen bij het staatstoezicht over de kavernen in de Veenkoloniën voordat Netmag toestemming kreeg. Het voelt wel als een overwinning voor ons. We zijn natuurlijk blij dat de put TR9 dat daar niet meer actief uit gewonnen mag worden. Want dat is wel de put die al de grootste kavernen heeft en daarmee het grootste risico op meer bodemdaling. Maar ook het grootste risico om aan te groeien aan het kavernencluster en daarmee nieuwe lekkages te veroorzaken. Netmag mag van de voorzieningenrechter wel 2 nieuwe locaties in de Veenkoloniën in gebruik nemen en aan de slag op 1 van de locaties waar al eerder zout is gewonnen. De inhoudelijke behandeling van de zaak komt pas op zijn vroegst aan bod in 2024. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijlating van Theodor V. Het OM is het er niet mee eens dat de verpleegkundige het strafrechtelijk onderzoek in vrijheid mag afwachten. Het OM verdenkt V van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten van het Wilhelmina ziekenhuis Assen. Vorige week besliste de rechtbank dat zijn voorarrest niet wordt verlengd, omdat de verdenkingen tegen hem niet sterk genoeg zijn. Sindsdien is de man uit Veenhuizen op vrije voeten. Theodor V ontkent dat hij schuldig is aan strafbare feiten. Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof de zaak behandelt. Er staat ons een zonovergoten weekend te wachten met temperaturen die de 30 graden aantikken. En dus is goed insmeren een must, want het aantal mensen dat huidkanker krijgt neemt hard toe. Dit beeld gaan we het hele weekend zien. Een stralende, maar vooral ook een brandende zon. De zonkracht kan oplopen naar 7. Dat betekent dat de huid binnen 15 minuten verbrandt. Dermatoloog Faber van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen ziet steeds vaker oudere mensen met huidkanker. Voor eigenlijk alle soorten huidkanker geldt dat ze vooral door zonverbranding zijn ontstaan. En daar zijn wel wat nuances in, maar verbranding blijft wel de hoofdmoot van de oorzaak. In dat opzicht denken we dus ook dat het eigenlijk te voorkomen zou moeten zijn. Maar we kunnen natuurlijk bij zeker oudere mensen de klok niet 40 jaar terugdraaien. 1 op de 5 mensen krijgt te maken met huidkanker. Vorig jaar was het zelfs de meest voorkomende vorm van kanker. En dus is goede bescherming noodzakelijk. Dat kan je doen door de schaduw op te zoeken. Maar dit, je insmeren met zonnebrandcrème, is vooral heel belangrijk. En dermatologen vinden dat het net zo logisch zou moeten zijn als je tanden poetsen of je haren kammen. Maar is dat het ook? Ingesmeerd? Nee. En waarom niet? Ik heb eigenlijk nooit zoveel last van verbranden. Bewust van de zonkracht? Ja, factor 50 zelfs. Dat is wel belangrijk, anders krijg je huidkanker. Ja, dat wil ik niet. Nee joh, lekker bakken, lekker bruin worden. Ik bedoel, als je doodgaat, je moet ergens aan doodgaan, toch? De organisatie van het Hello Festival deelt dit weekend zelf zonnebrandcrème uit. Een zorgverzekeraar stelt het beschikbaar bij bepaalde zwembaden in onze provincie. En een ziekenhuis in Venlo deelt gratis crème uit aan 120 basisscholen in Limburg. Is dat iets wat een WZA eigenlijk ook op zich zou moeten nemen?
Dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Ik ga wat dat betreft niet over het beleid van het WZA, maar ik zou het zeker kunnen aanbevelen. Ook festivalgangers in Drenthe zullen flink moeten smeren. Ze kunnen zich opmaken voor een heet en zonnig weekend. Organisaties van evenementen nemen maatregelen tegen de warmte. Dat hoorden we net al. Het Holland International Blues Festival in Grollo bereidt zich ook voor op een hele zonnige editie. En in Grollo is verslaggever Jalmar Guit. Ja, Jalmar, dat ziet er al lekker warm uit achter jou. Ja, je ziet het. Het is heerlijk weer. Mensen die zijn allemaal hartstikke zomers gekleed, zonnebrilletje op. Het is gewoon hartstikke mooi festival weer. Alleen die hitte, dat zorgt natuurlijk wel voor dat evenementen maatregelen moeten treffen om mensen een beetje koel te houden. Hier op het Blues Festival mogen mensen dus hun eigen flesje water meenemen. Maar je ziet wel achter mij die enorme grote roze tent. Ja, daar kun je prima schuilen tegen de hitte. Ja, er zijn dit weekend meerdere festivals in Drenthe. Welke maatregelen nemen zij? Nou, je hebt bijvoorbeeld ook het Hello Festival in Emmen, die zorgt voor meer watertappunten, wel een stuk of 50, 60, waar mensen dus gewoon meer water kunnen ophalen. En ze hebben meer tenten neergezet voor meer schaduw te zorgen, zodat mensen inderdaad, net als hier in de grote tent hier achter me, kunnen schuilen tegen de zon. Dan heb je nog het kunstfestival Art Explosion in Assen in de Gouverneurstraat. Nou, die hebben direct maar het hele festival verplaatst naar een plek onder de bomen, zodat iedereen zo in de schaduw staat. En voor de kinderen is daar speciaal een waterspeelplaats ingericht, zodat ook zij verkoeling kunnen zoeken. Maar goed, we moeten natuurlijk niet doen alsof het alleen maar negatief is dat het zo lekker weer is. Want op de Bluescamping in Grollo waren ze daar ook al vanochtend ontzettend van aan het genieten. Het is natuurlijk heel mooi dat we zo'n heel groot festival hier in Grollo hebben. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. Doet de omgeving heel goed. Wij vanuit de Boerhaashoeven zijn er direct het eerste jaar op ingesprongen en hebben dit concept wat we nu nog steeds hebben bedacht. En daar komen heel veel mensen op af. En dat is gewoon zijn hele gezellige mensen. Bluesliefhebbers zijn hele gezellige, gemoedelijke, rustige mensen. Hoeveel eitjes gaan er nou op zo'n dag doorheen? Nou, ik heb nu 450 eitjes gekookt en er gaan nog meer door. Dus dat ontbijt 10 uur is afgelopen en dan stappen we. Bent u nou een echte bluesliefhebber? Nee, dat niet. Maar ik vind gewoon de sfeer erop toe en gewoon de relaxedheid. Het is geweldig. Het is hier gewoon geweldig en ergens zou ik liever hier wonen. Het is, de mentaliteit bevalt me hier veel beter. Mijn vrouw zit in een rolstoel en er wordt gewoon gezegd, dan brengen we weer gewoon met de auto. Allemaal veel lievere mensen. Het is allemaal, ik hou gewoon van deze omgeving en van de mensen en van de muziek natuurlijk. Die is geweldig. Je hebt er mooi weer bij. Zeker, ja. Ik begin ook in de schaduw, want dat moet nog de hele dag. Dus even rustig aan doen. Ja, bezoekers hebben er zin in, zie ik. Wat staat er vandaag op programma? Nou, in elk geval komen vanavond de Teskey Brothers nog langs. Daar kijken ontzettend veel mensen naar uit. Maar de echte topper, dat is natuurlijk John Fogerty, die vorig jaar helaas niet kon komen. Maar waar ontzettend veel mensen speciaal vanuit het festival komen. En ook morgen is er nog een dag en dan komt als hoofdact Beth Hart, die vorig jaar ook afzegde. Dus ja, dat belooft wat. Nou, het festival is nog maar net begonnen, hè? Maar weten we al meer over volgend jaar? Want eigenlijk zou dit de laatste editie zijn. Ja, dit zou inderdaad de laatste editie zijn. Maar de organisatie heeft net bekendgemaakt dat er volgend jaar nog een editie komt van het Holland International Blues Festival. Op 14 en 15 juni volgend jaar zal de 7e editie plaatsvinden. Dus goed nieuws voor bluesfans in Drenthe, maar ook van ver daarbuiten. Jalmar, veel plezier daar. Terwijl in Almere de voorbereidingen voor de huldiging al worden getroffen, is bij FC Emmen de hoop op een goede afloop weer terug. De 2-0 nederlaag bij Almere City FC was een enorme dreun voor de eredivisionist. Maar het besef en de overtuiging dat het allemaal nog goed kan komen, is er zeker. Het kan. Tuurlijk. Het kan 100%, zeker. Waarom kan het niet? Er zijn gekkere dingen in play-offs gebeurd. Het is 2-0. Als we 2 keer scoren of als we 1 keer scoren, zal Almere ook zenuwachtig worden. Dus ja, er liggen volop kansen. En we moeten stormen zondag. 3 dagen na de deceptie in Almere is de knop bij FC Emmen helemaal om.
De selectie van trainer Dick Lukien maakte vanochtend vooral een ontspannen indruk. Maar verwar dat niet met zeg maar niet klaar zullen zijn voor zondag. Een soort van stilte voor de storm, want we beseffen wat we hebben laten liggen dinsdag. En dan is het nu zaak om dat zondag die wedstrijd met volle brani en enthousiasme aan te gaan. En ook echt een wedstrijd van te maken. Heb je een scenario in je hoofd? Nou ja, een vroege goal zou heerlijk zijn. Dat zou ons heel erg helpen, het publiek daarachter. En vanuit daar de goals blijven maken natuurlijk. Ole Romani en ook Mark Diemers zijn spelers die na de zomer niet meer in Emmen zullen spelen. Maar voor beide mannen zijn er genoeg redenen om nog één keer alles te geven. Natuurlijk wil je door de voordeur. Kijk, als je met een degradatie weggaat, dan heeft dat toch natuurlijk een hele zure nasmaak. Ondanks dat je dan misschien leuke dingen hebt laten zien. Maar nee, dat zou een ontzettende teleurstelling voor mij zijn en een enorme klap in mijn gezicht. En ik wil ook vooral de mensen hier gewoon geven wat ze verdienen. En de supporters, maar ook de mensen binnen de club, de mensen in de organisatie die elke dag hard werken op kantoor. Dus ja, alleen daarvoor wil ik al heel graag. Dus we gaan zondag volle bak. En dan is er uiteraard ook nog Dick Lukien zelf, die na 7 jaren met prachtige momenten de club als eredivisionist wil achterlaten. We hebben hier magische wedstrijden gespeeld. In dat coronajaar echt een geweldig niveau gehaald. Met name in thuiswedstrijden. Ja, dat zullen we nu ook zondag weer nodig hebben. Dus je moet er af en toe even over mijmeren. Je moet beseffen waar deze club vandaan komt en wat we met z'n allen aan het doen zijn. En nogmaals, dan benoem ik iedereen, supporters, sponsoren, medewerkers. Aan de andere kant is dat ook niet meer zo heel interessant. Er is maar één wedstrijd nu gewoon echt heel belangrijk. De ultieme pot. Zondagavond 6:00. En dan gaan we er weer voor. Op een magische Meerdijk dus. Ja, als dat gaat gebeuren, dan zijn wij tot een hoop in staat. FC Emmen, Almere City FC begint zondag om 6:00. En als u niet in het stadion bent, hoeft u natuurlijk niets te missen. Want Radio Drenthe Sport is er vanaf 5:30 live bij. Dan ander sportnieuws. In Zuidwolde is dit weekend de ontknoping van de Eredivisie Tennis bij de heren. De afgelopen 2 jaar werd tennisclub Zuidwolda zelf landskampioen. En de grote vraag is natuurlijk of ze het op het eigen terrein ook nog een derde keer kunnen flikken. Zo pakte Zuidwolda in 2021 de eerste landstitel. Ja! En zo volgde vorig jaar nummer 2. En daarom mag de club nu op eigen tennispark de play-offs organiseren. Daar een tribune met ongeveer 400 zitplekken. Daar nog een tribune met 200 zitplekken. Ja, het is Roland Garros in het klein, maar wel heel mooi. Je kunt echt met je neus op de baan en je ziet echt toptennis. En hier gaan we iedereen verwelkomen zaterdag en zondag. Je ziet al een heel mooi terras. Het wordt schitterend weer. Ja, en zaterdag en zondag komen hier allemaal food trucks te staan. Hier op dit veld. Ja, het wordt gewoon één groot spektakel en feest. De beste 4 clubs van de Eredivisie strijden dit weekend hier tegen elkaar. Naast Zuidwolda zelf zijn dat Lewabo uit Beneden Leeuwen, Leimonias uit Den Haag en tennisclub Nieuwekerk. Maar of de duvel ermee speelt, juist nu de mannen thuis mogen spelen, heeft het team het hele seizoen al te kampen met een blessuregolf. Nee, het zijn goede spelers, vaste basisspelers, maar ook jongens die misschien iets lager op de ranking staan, die wat pech hebben. Dus dat is vervelend, maar ja, dan moet je ook mee dealen, dat is ook topsport. En dat gaat zover dat coach Floris Kilian vorige week zelf moest aantreden in de beslissende dubbelpartij. Die winst was zeer belangrijk. Het voordeel is wel, hè, ik ben inmiddels al een stuk ouder en eigenlijk met pensioen. Ja, je weet wel wat er voor nodig is om onder druk te presteren. Ik heb er wel 4 dagen over gedaan om een beetje weer in de latten te kunnen komen. Morgen zijn de halve finales, zondag volgt de finale. Beide wedstrijddagen beginnen om 12:00 en de toegang is gratis. Voor de 17e keer is de 81-jarige Jan Vonk deze week brugwachter bij het Grachtenfestival in Meppel. Vanochtend liet de vrijwilliger de laatste van 47 boten door de Zuiderbrug. Ja, we zijn er klaar voor. Het gaat een minuutje of 3-4. Als jij nou straks de hekken sluit, dan zorg ik dat het putje open is. Ik heb mijn hele leven bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt en een aantal jaren daarvan, en dat is dan ook wel interessant, ben ik beheerder geweest van alle beweegbare spoorbruggen in Noordoost-Nederland. Als dan alles in orde is en de 4 groene lampen branden, dan kan ik met deze knop, die witte,
de brug openen. En als de schepen erdoor zijn met de zwarte knop de brug weer sluiten, kan ik het sleuteltje weer omdraaien, dan is de spanning eraf. Ja, en dan kun je weg. Ja, ik doe dat omdat ik vanaf het begin betrokken ben geweest bij dit grachtenfestival. Ik doe dat ook omdat ik gek ben op water. Ik heb zelf een boot gehad. Dus het hele nautische gebeuren, dat vind ik erg leuk. Ik heb nu alle groene lampen, dus nu moet je het doen. En ik hoor een klik. Hé hey Rob, ben jij ineens bemanning geworden? Ja, dat is altijd het feest van de herkenning. Dan komen ze binnenvaren en dan sta ik bij zijn brug. Dat is toch wel. Ook daar doe je het voor. De klik die je hebt met die schepen, met die schippers. Er is een kabel tegen de brug aangekomen. Een kabel van die mast van dat schip. Ik heb dat nog nooit meegemaakt hier. Dat de brug niet meer dicht wil. Dat die niet open wilde wel. Maar ja, dat is minder erg voor het wegverkeer natuurlijk. We hebben storing. Ik moet naar de Herengracht, dus ik moet rechtdoor. Ik hoop nog heel lang, tot mijn laatste snik wil ik wel doorgaan, ja. Ja, ik zei het net al even voor het neus aan, hè. Het begint met de jokken als middenrennen en dan heeft alles te maken met de TT. En dat duurt niet zo heel lang meer voordat die verreden wordt. En dit plekje waar we nu staan, daar loopt de weg vroeger langs de alle TT-baan met achter mij Battlesbocht. Hoi! Boerregie is er niet meer, de bocht liggen nog altijd wel. De TT-baan, ja, die liggen langs aan. En als ze tijdens die week er net zo mooi weer bij hebt als nou, nou dat moet wel goed komen, dacht ik. Ja, voordat de TT begint, kregen we natuurlijk dit weekend nog het Hello Festival en het Blues Festival. En dan ook direct even het weer van vanavond en vannacht, want het blijft, en dat is misschien wel lekker, warmer als de voorgaande dagen. Boven de 10 graden in ieder geval. De wind die blijft u de noord tot noordoostelijke hoek komen. Erg droog. Morgen ging die wind nog wat wieder draaien van de noordoostelijke hoek naar de meer oostelijke hoek. En daardoor wordt het ook weer een tikkie warmer in de provincie. 28 graden op sommige plaatsen, in het zuiden misschien wel 30 graden. Volop zon met een zwakke wind. Dus belangrijk dat je goed insmeert en goed drinken. Dan kijken we nog even vooruit. Nou, je kunt wel raden. We blijven het zomerse weer houden. Volop zon. Regen zit er voorlopig nog niet in. Wel wat stapelwolkjes af en toe. Temperaturen dik boven de 20 graden. Ook de nachten van zachtjes aan warmer. Dus het mooie weer is nog niet klaar, Maroes. Dus ik blijf het herhalen. Insmeren als je met vellen hier in de zon gaat. En goed drinken. Ja, water. Tot volgende week. Tjoe. Zo is het. Dit was het voor vanavond. Met veel nieuws over de warmte en de felle zon. Ook de natuur heeft er last van. Het is namelijk erg droog en de kans op natuurbranden neemt toe. Daarom is het de komende tijd verboden om in het openbaar te barbecuen of een vuurtje te stoken. Je leest er alles over in onze app of op de website. Wij zijn er morgen weer. Geniet van een mooie zomeravond.